Land Art is onlosmakelijk verbonden met Flevoland. En dit weekend staat alles in het teken van de grote landschapskunstwerken tijdens het Land Art Weekend en Festival. Goedemiddag, Brigitte Daalder van Visit Flevoland. Goedemiddag. Ja, jij kan ons van alles vertellen over dat programma, hè? Want er staan heel wat landschapskunstwerken hier in Flevoland. Ja, voor de mensen die dat niet weten, een tiental internationale en nationale artiesten hebben zich laten inspireren, kunstenaars, door de opbouw van Flevoland, man-made land. En daar zijn hele mooie kunstwerken in het landschap door ontstaan. Die kan je altijd al bewonderen. Maar nu wordt daar dit weekend allerlei dingen omheen georganiseerd. Dus je kunt tussen 11 en 5 uur 's middags door een gids daar rondgeleid worden. Daar kan je ook al je vragen stellen over de artiesten, de kunstenaars. En het leuke is dat er ook allerlei dingen nog omheen georganiseerd worden. Want er zijn weer andere kunstenaars die hebben zich weer laten inspireren door deze kunstenaars. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk een soort Droste-effect. Ja, precies. Precies. Ja. Ja, dus je kan er tai chi lessen volgen. Je kan allerlei theatergezelschappen zien optreden. Maar je kan actief meedoen. Het hoeft niet. En het leuke is, de zaterdag is weer heel anders dan de zondag. Dus je kan je hele weekend ermee vol. En het maakt niet uit waar je naartoe gaat. Je kan naar alle verschillende kunstwerken. Er zit niet een volgorde in dat je er langs kan. Je kan helemaal je eigen volgorde bepalen. Je kan ook het weekend in tweeën knippen, wat jij wil. Ja, een van de bijzondere projecten is, dat is meer met geluid, hè, waarbij dan de omgeving als kunstwerk wordt gebruikt. Ja, 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 dat is natuurlijk de FM98 De Engelen. Dus het idee is dat je daar afstemt en dan krijg je daar gewoon de stem te horen. En dan word je daar even helemaal zen. Ja, op de Markerwaarddijk. En dat duurt dus ook gewoon echt die hele rit, volgens mij. Hè? Ja, dat is fantastisch. Maar je hebt de gedachte is dat je daar dus echt je eigen moment van rust even kan pakken in de natuur. Ja, ja. Dat is superleuk. Ja, maar dat is ook wel een beetje met die land art. Het is vaak natuurlijk heeft het heel veel ruimte nodig. Dus dan staat het ook op plekken waar er niet zoveel omheen gebeurt. Ja. Dus het is sowieso al een soort moment van verstilling als je daar naartoe gaat. Ja, ja. Absoluut, ja. Het is wat dat betreft in positieve zin een vreemde eend in de bijt. Je hebt zelf helemaal de regie. Bij andere kunstwerken kan je natuurlijk ook bepalen hoe lang je er langs loopt of wat dan ook. Maar dit is echt helemaal jij in de auto, jouw dingetje. Ja. Nou ben jij de directeur van Visit Flevoland. Je mag vast niet helemaal uit, maar ik ga toch vragen. Wat vind jij nou echt het allermooiste landschapskunstwerk wat wij hebben? Ja, weet je, het is flauw om te zeggen, maar ze hebben allemaal wat. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen, ik zie hem toevallig ook in beeld. Ik vind het eigenlijk wel heel leuk, de hurkende man. Daar kan je zo heerlijk gewoon even uitwaaien, even je hoofd leegmaken. En het leukste vind ik het stiekem als het slecht weer is. Dat Hoezo klinkt dan? Heel gek, maar dan echt alles kan je dan even helemaal loslaten. Ja, je alles verwaait. Je waait dan je problemen waai je dan zo met de wind absoluut, mee ja, richting Enkhuizen. Ja. Dat land art. Hoe laat begint dat allemaal? De gidsen staan vanaf 11 uur 's ochtends klaar. Je kan daar natuurlijk al eerder naartoe. Het is allemaal gratis. Maar als je echt de gidsen wilt spreken en daar vragen wil stellen, dan is dat van 11 tot 5. Ja, en misschien dat niet heel veel mensen het weten, maar in het Waterloopbos is ook een land art. Ik wist niet dat het daartoe werd gerekend, maar dat is die bak water die helemaal omgebouwd klopt, is, hè? De klopt. Delta Goot. Hoort er ook bij. Ja, ja, en je kan sowieso op de site van Visit Flevoland bij de agenda allerlei informatie vinden, maar ook op de site van landartflevoland.nl. Daar staat ook een kaartje bij. Wat is goed toegankelijk met een rolstoel of met een buggy enzovoort. Dus dan kan je het helemaal in kaart zien wat er allemaal bij je wordt. Heel goed. Nou, stel dat we niet naar de Land Art willen, maar wel iets anders doen. Nou, dan zou ik zeggen, ga in Almere naar Festival Spot. Oké. Okay. Festival Spot is bij het Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders. En wat je daar ziet is natuur en cultuur. Een voorproefje van wat er dit jaar allemaal gaat gebeuren. Wat er op de agenda staat. Dus het is over vogels en voor hippe vogels, wordt gezegd. Maar het is eigenlijk voor iedereen. Iedereen kan daar een kijkje nemen. En wat ik als allerlaatste eigenlijk als tip wil meegeven, ook voor de middelbare scholieren. Dat weet nog niet iedereen, maar Visit Flevoland heeft vanuit het project Floriade in de regio de opdracht om inwonersgroepen te betrekken. En wij hebben voor middelbare scholieren een tulpen-challenge, een kunst-challenge uitgeschreven. Okay. En het idee is, tot 20 juni kunnen zowel hele klassen als ook individuen zich aanmelden, wel middelbare scholieren, en ontwerp een tulp.
Waarom tulp? De anatomie van een tulp is heel herkenbaar. Het mag van afval, zolang het maar niet gaat stinken. Mm-hmm. Het mag met de 3D-printer. Het mag met dingen uit de tuin. Maakt niet uit. Maak een herkenbaar kunstwerk van een tulp. En uiteindelijk gaat de gedeputeerde de winnaar over een paar weken bekendmaken. Daar zijn ze mooie prijzen aan vast. Zowel geldprijzen als ook hartstikke leuke andere prijzen. Mm. Dus kijk even op Visit Flevoland /kunstchallenge. Het is echt iets leuks voor middelbare scholieren. Oh, nou goed. Nou, laten we hopen dat er veel inzendingen komen. Want dan valt er ook lekker veel te kiezen. Ja. Dankjewel dat je er was. Graag gedaan. Van Visit Flevoland. En we spreken elkaar vast snel weer. Dankjewel. Ja.